2. En als je nu op het beeld klikt, dan ga je naar deel 1. En dan kan je die kijken of je kijkt of deze. Maakt niet uit. Jullie hebben wat vragen naar ons gestuurd via Twitter. En we hebben een paar leuke eruit gehaald. En die gaan we nu beantwoorden. Dus kijk mee. De eerste vraag is, hoe zou je hebben geheten als je een jongen was? Ik zou Stefan hebben geheten. En ik heette dan Jim als ik een jongen was. Jim en Kim. Ja, het is maar één letterverschil. Maar ik vind Jim wel echt een leuke naam. Ja, ik ook. Oké, vraag 2 is, ben je 100% Nederlands? Nou, wij zijn allebei 100% Nederlands. Ik ben echt een kaaskop, dus dat ja. Zie je ook wel. Maar alleen bij mij wordt het wel vaak gevraagd. Ook één keer toen ik in Londen was, weet je nog, bij dat kraampje met die man ja, op straat. Want die geloofde niet dat ik Nederlands was. Ja, bij mij zei hij gewoon, oh, ja, ik ben Nederlander. Maar ja, dat komt gewoon door mijn donkere ogen. Ja, en je donkere haar. En vrouwen. Ja. Misschien Italiaans. Oh, nee, dat is Frans. Oh. Ik ga Italiaans leren, dus dat is wel... Wat zou je doen als je een miljoen wint? Shoppen. Ja, ik zou eerst gewoon echt even gaan kopen wat ik leuk vind voor nu. Dus ik wil studiolampen. Ja. Ik wil een goede koptelefoon. Ik wil leuke kleren kopen. Misschien een microfoon. Schoenen, ja, een microfoon. Ja. Dingen die je nu nodig hebt. En die ook wel gewoon duur zijn die je zelf niet zo snel normaal zou kopen. En de rest ook gewoon opzij leggen. Ja, inderdaad. Ja, je kan wel zeggen, ja, ik ga voor goede doel en zo, maar... Ja, maar je kan het ook voor het opzij leggen voor rijlessen of zo. Ja, dat soort dingen. Rijlessen inderdaad. Dat is echt best wel slim. Ja, ja, zoiets. Volgende vraag is, was eigenlijk meer je moet kiezen, Bruno Mars of Justin Bieber? Nou, ik sowieso Bruno Mars. Nee, ik zou denk ik ook over Bruno Mars gaan. Ik vind zijn muziek wel gewoon chill. Ik vind gewoon Justin Bieber ook niet slecht ofzo, nee. Maar ik vind Bruno Mars wel net even, ja, luister ik wat meer naar. Net wat apart. Bruno Mars spreekt mij gewoon meer. Ja, als je naar een onbewoond eiland zou gaan, welke 5 dingen zou je dan meenemen? Je mag er maar 5 kiezen. Oké. Sowieso mijn camera. Ja. Om foto's te maken. Maar op een gegeven moment is die leeg. Ja, maar dan heb je tenminste wel een paar foto's. Ik denk dat je eerder behoefte hebt aan dat soort dingen als shampoo en tandenpoets, weet je wel, spullen. Tandenpoets dingen, ja. En als je daar lang zit, ik bedoel, ik zou echt me zo vies vinden dan hoor. Jeetje. En een beetje vermaak. Het is eigenlijk echt een moeilijke vraag. Ik denk dat ik mijn camera mee zou nemen, inderdaad shampoo en een tandenborstel en tandpasta. Een tijdschrift of zo, of een boek, om even te lezen. Om eventjes te lezen, al die freaking tijd dat je er zit. Ja, het ligt er een beetje aan hoe lang je er bent. Ja. Tellen mensen ook als dingen? Denk ik zou wel iemand meenemen. Ik neem jou mee. No. Oké, okay, dus wacht, wat willen we dan meenemen? Ik wil mijn camera, mijn shampoo, tandenborstel, tandpasta. Kim, ik neem Kim mee, een ding. Ik neem een Kim mee. Ik neem een nagellak, mijn nagels lakken. Ik met textuur. Ja, nou, ik eigenlijk hetzelfde. Ja. Hoe lang kennen wij elkaar, is de volgende vraag. Sinds het tweede. Dus nu 2 jaar. Maar... Nee, joh. Nee. Dit is het derde jaar. Dit is het derde schooljaar. Dus we kennen elkaar? 2 jaar, 2,5 jaar. Wat is het leukste dat jullie samen hebben gedaan? Nou ja, zeg maar, qua dingen die ik echt onthoud zijn natuurlijk Londen. Maar dat hebben we niet echt, ja, we hebben het wel samen gedaan. Maar eigenlijk maar niet echt, zeg maar, niet samen. Niet echt met z'n tweeën. Ik denk voornamelijk de dingen als de Dutch YouTube Gathering. Ja, dat dacht en, ik ook. Naar evenementen DVD gaan. DVD. Ja. En dat was niet per se alleen met jou. Dat was ook met meerdere nee, mensen. Klopt, maar eigenlijk we reizen heel vaak samen. Ja, inderdaad, we wonen dicht bij elkaar in de buurt. Dus dan ga je automatisch snel zeggen van joh, pakken we samen de trein of de bus. Weet ik veel. Dat, en in de trein hebben we altijd echt de meeste dingen. Ja, dat is gewoon daar geniaal. Maken we echt de meest gekke dingen mee. Dus ik denk eigenlijk de treinreizen. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Dat is gewoon zo überhaupt het reizen met de trein en met de bus en dat soort dingen. Het is altijd... Leuk. Vooral de laatste keer, dat vergeet ik nooit meer. Nee, dat het met die 2 mannen. Ja. Ja. Oké. Okay. De laatste vraag. Dat is een soort van adviesvraag. Ja. Hoe word ik minder onzeker? Sowieso, en dat is denk ik echt heel belangrijk, is jezelf niet vergelijken met anderen. Want dat is echt iets wat je heel onzeker maakt. Ja. Als je denkt, oh wow, ik zie er echt goed uit vandaag. Oh, maar zij ziet er veel leuker uit. Dan heb je al meteen iets van... Ja, dan heb je al... Ja. Ja. Dus jezelf niet vergelijken met anderen, hoe moeilijk het ook is. Ja. Heb gewoon scheid aan mensen. Echt. Ja. Ja, te zeggen van ja, maar ik vind wel leuk dat ik er leuk uitzie. Of ik ben wel gewoon, weet je. Dan mag je echt gerust over jezelf zeggen. Ik heb vaak ook gezegd van, ik zie er leuk uit vandaag. Oh, is dat niet arrogant? Maar dat kan je gewoon zeggen over jezelf. En dat helpt echt heel erg. Oké, okay, nou dit was onze Q&A. We hopen dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En tot snel weer. Doei doei. Doei.